Renault Antwerpen. De auto's van stad. Wat betreft de gebruiksaanwijzingen, dus we doen een beetje in het bakje. Rabbels, even wachten. Schudden. Dat alle natuurlijke extracten van kip, rund en mineralen naar boven komen. En zoals u ziet, de hond kan zelfs niet meer wachten. En er komt zelfs een schuimkraag op, zoals een echte pint. Het eerste Antwerpse hondenbier lijkt te smaken. Het is meteen ook voor ons land een primeur. In de Scheldebrouwerij aan de Nederlandse grens loopt het goedje van de band. De Lucky Dog bier is een pure verwennerij voor je hond. Voor veel mensen is de hond maakt deel uit van het gezin. Share the moment. Dus deel het goede, het leuke, samen met je hond. Dat is eigenlijk het opzet. Het is een beloningsproduct. Hè? Dus elke keer dat een hond iets goed heeft gedaan en hij verdient iets, geeft hem een Lucky Dog biertje. Het is gezond. Al 53 landen tonen interesse voor het hondenbiertje. Het bevat natuurlijk geen alcohol, maar wel mout zoals elk ander bier. En natuurlijk wat extraatjes voor de viervoeter. Een gezond biertje, hè? Zeker geen alcohol. Er zitten uiteraard minerale oliën in, vitamine B. Als ook toegevoegde extracten van kip en rund, wat sowieso de hond heel lekker gaat vinden. De Lucky Dog bier is in Antwerpen voorlopig nog niet te koop in de winkel, wel via de website van de Lucky Animal Factory. En voor de kattenliefhebber brengt het Braschaatse bedrijf binnenkort ook de Lucky Cat Wine op de markt. Ik zal misschien even uitleggen hoe ik het nog moet serveren.